U kijkt naar Allemaal Almelo. Beelden uit de stad van deze week. De verhuizing van het oude naar het nieuwe stadhuis is in volle gang. Maandag gaan de ambtenaren er echt aan het werk. Afgelopen dagen mochten we al even kijken en spraken onder meer met verantwoordelijk wethouder Anjet Timmer. Aan haar de vraag of ze al een beetje de weg kan vinden in het huis voor de stad. Ja, nou ja, voor heel veel mensen is het nog niet zo bekend. Voor mij is het ondertussen al wel bekend en voelt het al echt een beetje als het nieuwe huis van de stad. Omdat ik natuurlijk betrokken ben bij het hele project Nieuw Stadhuis en hier al wat vaker geweest ben dan de meeste mensen. Ja. En wat gaat er nou door u heen als u zegt het huis van de stad? Nou ja, ik denk dat het een plek is waar onze mensen fijn kunnen werken. En dat werd ook tijd. Het oude stadhuis voldeed echt niet meer aan alle normen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En ik hoop dat veel mensen hier naartoe komen omdat ze dingen van de gemeente nodig hebben. Maar ook soms omdat er een leuke expositie is of omdat ze graag een raadsvergadering bij willen wonen. Want dat is natuurlijk wel zo. Als je het huis van de stad hebt, hè, dat heeft natuurlijk een welkom voor veel meer dingen. Wat voor zaken zijn hier allemaal te beleven en wat kan hier allemaal? Nou, allemaal. Nou ja, voor een deel hopen we dat te kunnen laten zien in mei als de opening is, zeg maar. Waarbij we ook hopen dat heel veel mensen uit de stad daaraan mee gaan doen. Is het nog een verrassing dan? Nee, maar er wordt op dit moment hard gewerkt aan een plan, zeg maar, om allerlei activiteiten hier naar het stadhuis te halen. Zowel hier binnen als hier buiten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook al een vraag gehad van de Rembrandt-schildertjes. Of zij eind van het jaar hier een keer mogen exposeren. Nou, dat soort dingen lijkt me echt geweldig. Ja, dat lijkt mij ook. En nou, dat hele is natuurlijk een heel andere manier van werken, hè? Ook voor de ambtenaren. Jazeker. We gaan hier, zoals het zo mooi heet, het nieuwe werken toepassen. Dat betekent dat we flexibel gaan werken. Mensen hebben geen vaste werkplek meer en zullen dus elke ochtend moeten kijken ja, waar ze op die dag willen gaan werken. En geldt dat ook voor de wethouders? Nou, wij hebben nog wel een kamer, maar ik ben vast van plan om, als ik daar niet hoef te zijn, zeg maar, omdat we met collega's moeten vergaderen, ook gewoon in andere delen van het gebouw te gaan zitten. Maar hoe werkt dat nou? Zeg maar, je hebt een bepaalde afdeling, hè, jeugd, en daar heb je toch je collega's. En ja, stel nou dat alle plekken vol zijn, wat dan? Ja, dan zul je toch op zoek moeten naar een ander plekje. Maar we zijn ons er wel van bewust dat mensen die veel samenwerken, die zullen toch wel een beetje ongeveer op dezelfde verdieping gaan zitten. En we hebben ook een verdeling gemaakt per domein. Dus de sector stad en economie zit op twee bepaalde verdiepingen. De sector samenleving zit op twee verdiepingen. Dus, en het is allemaal heel open, dus je kan elkaar goed zien. Dus je kan elkaar ook goed vinden als je even iets wil overleggen. Bovendien heeft iedereen ja, een mobiele telefoon gekregen en een laptop. Dus ze kunnen inderdaad ook flexibel werken, ook thuis. En welke verdiepingen zijn nu voor het publiek toegankelijk? De begane grond waar wij nu staan, dit is de zogenaamde publiekshal. En ook de eerste verdieping waar de raadzaal is en waar ons vergadercentrum is, daar zullen mensen naartoe kunnen. En dan toen u binnenkwam was u heel enthousiast en u zei nou moet eens komen kijken hè, naar deze mooie tekst. Ja, ik vind dit echt heel erg mooi geworden. Het was een idee van onze burgemeester Jon Hermans. Die bedacht dat het heel mooi zou zijn om artikel 1 van de grondwet op deze rand te maken. En ik vind zelf dat het erg goed gelukt is. Ja. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad voordat dit nieuwe gebouw er stond, hè? Ja, daar heeft u gelijk in. Er is echt een jarenlange discussie aan vooraf gegaan. Met zoals gebruikelijk voor- en tegenstanders. Maar zoals ik net al aangaf, voldoet het oude stadhuis voor onze medewerkers echt niet meer. En er komt nog bij dat het weliswaar een grote investering is. Maar uiteindelijk zullen we hier jaarlijks een paar ton mee kunnen besparen aan exploitatielasten. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om te vermelden. Ja, dat is belangrijk om te vermelden. Maar ja, wat er dan in de samenleving aan geluiden gehoord wordt, is toch wel, ja, maar er staan zoveel panden eigenlijk leeg, hè? Waarom gebruiken ze die niet? Nou ja, zoals ik al zei, daar is lang over gediscussieerd. Uiteindelijk lag hier een braakliggend terrein waar ook iets mee moest gebeuren. En we hebben van allerlei opties bekeken en uiteindelijk was dit voor de langere termijn de meest duurzame en goedkoopste oplossing. Ja. Dank u wel. Maandag is het dan zover. De afgelopen dagen is het archief verhuisd en zijn alle persoonlijke en praktische zaken van de ambtenaren verhuisd. Een hele operatie voor een verplaatsing van een paar honderd meter. Mevrouw Simone Derksen, verhuiscoördinator. Klein stukje maar, hè, van het oude stadhuis naar het nieuwe. Nou, het lijkt inderdaad een klein stukje, maar er komt toch wel iets meer bij kijken dan dat kleine stukje. Vertel eens. Nou, het heeft voornamelijk te maken met de voorbereidingen die wij al een jaar geleden gestart zijn, zeg maar. Vorig jaar, april 2014, zijn wij gestart met het informeren van de verhuizing en de voorbereidingen treffen.
We moeten denken aan plannen maken waar we allemaal rekening mee moeten houden. Wat wacht me wel mee en wat wacht niet mee. We gaan ongeveer 700 medewerkers verhuizen. Iedereen krijgt één verhuisdoos en daar mag alles in. Oh ja, zeg maar, hoe moet het nou met die medailles? Oh, die kunnen er wel in. Ja, naast de verhuisdoos hebben we natuurlijk ook nog facilitaire voorzieningen, zeg maar. Denk daarna ook aan het archief, wat verhuisd moet worden, zoals u hier ziet. Daarnaast zijn er ook nog de bodemkamer die verhuisd moet worden, de servicedesk die verhuisd moet worden, wat kasten die moeten mee verhuisd worden. Maar dan zorgen we allemaal dat het voor de verhuizing uit gaat gebeuren. We hebben 2 dagen echte verhuisdagen, wanneer de medewerkers verhuisd worden. Dus op een donderdag en een vrijdag. En dan pakken wij alle verhuisdozen op en alle meterbakken die dan verhuisd moeten worden. Ja. Nou zit ik zo te kijken. Ik ben het wel eens verhuisd. En dan hebben ze het altijd over kubieke meters. Hoeveel kubieke meters worden er nou verhuisd? Het exacte aantal durf ik niet te vertellen. Maar er zijn ongeveer 1200 verhuisdozen, zeg maar. Die blauwe kratjes hier? Nee, dit zijn meterbakken. En ja, er zijn tientallen kubieke meters die verhuisd worden. Een exact aantal kan ik niet geven. Je moet nagaan dat er aardig wat vrachtwagens, wat trailers verhuisd wordt van de ene kant naar de andere kant. En ook al is het 5 minuten, neemt wel veel tijd in beslag. In- en uitladen natuurlijk, hè? Exact. In- en uitladen. We moeten bij de ene locatie bij het oude stadhuis alles weer inladen en hier weer uitladen. Maar daarnaast hebben we ook nog een verdieping op de Magna Porta die verhuisd moet worden vanuit de Schil. Vanuit de Java-toren zitten mensen die verhuisd moeten worden naar deze nieuwe locatie. Dus al met al zijn het wel aardig wat verhuisbewegingen die plaats gaan vinden. Maar mevrouw Derksen, zo'n groot team en zo, en u als projectleider... Ben u nou overbodig als die hele verhuizing achter de rug is? Nee, want dan hebben wij een nazorgperiode. En dat is echt een superbelangrijke periode. Want dan zit iedereen, komt dan binnen in het nieuwe stadhuis. En gaat dan op zijn flexibele werkplek zitten, waar dat ook mag wezen in het stadhuis. En dan kan het zijn dat mensen vragen hebben over het stadhuis zelf, maar ook gewoon over de verhuizing, hoe alles verlopen is, zeg maar. Maar daarnaast, misschien zijn ook mensen de verhuisdoos die ze niet kunnen vinden. Dan moeten wij daar op actie ondernemen. Ja. Ja. En daarna, na de nazorg? Na de nazorg ga ik me bezighouden met het leegruimen van de panden. Dus het stadhuis, daar staan wel allerlei meubilair in. En dat gaan we zorgen dat het allemaal leeg wordt gehaald. Wij zorgen ervoor dat het meubilair een tweede leven gaat krijgen. En in eerste instantie zijn de groenlocaties, de onderkomers, gaan we daar het meubilair vervangen. En dat gebeurt na de verhuizing. En daarnaast krijgt de organisaties die aangesloten zijn bij het armoedepact krijgen een mogelijkheid om een keuze te krijgen, zeg maar, voor hun organisatie om te kijken of ze meubilair nodig hebben of stoelen nodig hebben. En daarna krijgen de medewerkers ook nog een keuze om te kijken van mocht zij een bureau of een stoel of wat dan ook nodig hebben. De oude meubels in het stadhuis gaan dus naar het goede doel. Wanneer de ambtenaren aan het werk gaan, moeten ze wel aan het werk kunnen. De computerafdeling is dan ook druk geweest om alles werkend te krijgen. Nou, wij zijn als ICT-mensen met een groep van ongeveer 12 man. Er zitten wat dames op de service desk die de telefoontjes aannemen van collega's die problemen hebben. Dan hebben we een club van een aantal mensen die de problemen proberen in eerste instantie te helpen. En we hebben wat collega's die ervoor zorgen dat alle centrale apparatuur blijft werken. En daar staan we nou ook voor. Ja, want ik zie een heleboel draden. Waar zijn die voor? Dit zijn eigenlijk de koppelingen tussen de werkplekken die overal in de pand zijn en onze grote computerruimte. Ja, ja. Nou, dan moeten er 500 zijn of zo, voor medewerkers? Nou, alle aansluitingen die we in het pand hebben, die hebben we voorzien van een kabeltje. En die komen in een aantal van dit soort kasten komen ze uit. En van daaruit gaan ze naar onze hoofdcomputerruimte en daar wordt alles weer aangesloten op de centrale systemen. En die systemen kunnen ze dus vanaf alle werkplekken kunnen ze die benaderen. En dat zijn de
uit mijn hoofd even 450. Dat zijn dus pc's, echt de thin clients. Dat zijn hele kleine, smalle pc'tjes. Daar zit een monitor achter, daar kunnen ze gewoon op inloggen. En we hebben ongeveer 400 laptops uitgegeven binnen de organisatie voor mensen die flexibel werken. Die komen 's morgens binnen, die gaan achter een docking station zitten. Dan sluiten ze hun laptop op aan en dan kunnen ze ook aan het werk. We hebben wat meer mensen dan dat we werkplekken hebben, dus ze kunnen ook thuis werken. Ja, ze hebben hier de nieuwste technieken toegepast, de nieuwste soort bekabelingen. Alles is met glasvezel verbonden naar de grote computerruimte toe. En ja, het was echt nodig dat we vervangen hebben. En het is allemaal nieuw en het werkt allemaal perfect op het moment. Voor de burgers die ons komen bezoeken, die even moeten wachten in de hal, die kunnen gebruik maken van een gastennetwerk. Daar kunnen ze gewoon naar het internet toe. En we hebben voor onze eigen mensen natuurlijk, die flexibel werken, dus die kunnen ergens echt in een stilteplekje gaan zitten of in het restaurant of waar ook maar even een plek vrij is. Daar hebben we een wifi-verbinding waar ze gebruik van kunnen maken, zodat ze ook hun werk kunnen doen. En we hebben nog wat netwerken liggen, speciaal voor de raad bijvoorbeeld, dit is een eigen draadloos netwerk. We staan hier voor een van onze grote schermen die we in de vergadercentrum hebben opgehangen. En we hebben in acht ruimtes dit soort schermen hangen waar we presentaties op kunnen houden door middel van een PowerPoint of een YouTube-filmpje kunt laten zien. Die kunnen gewoon gekoppeld worden aan de apparatuur die mensen allemaal in gebruik hebben. En ze kunnen zelfs nog wat koppelen met draadloze verbindingen. Dat komt wel goed. Het leerlingenparlement van OBS De Windhoek heeft een schoenendoosactie georganiseerd. In de dozen ging speelgoed dat toch niet meer gebruikt werd. En de dozen werden aangeboden aan de kinderen van het Palet. Een kleurrijke school met leerlingen uit vele landen, waaronder veel vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië. Allemaal in de rij. De eerste die wat geven mag, de eerste, dat ben jij. Wij hebben schoenendozen ingezameld en dat willen wij graag aan de kinderen van het Palet geven. Er zitten allemaal spulletjes in de dozen en die geven we dan aan de kinderen van het Palet. Dat zijn kinderen die van oorlogsgebieden komen, die vluchten. En hun hebben niet zoveel spulletjes en ook niet geld om te kopen. Dus wouden wij graag wat voor hen doen. En wie zijn die we eigenlijk? Want jullie zijn van een leerlingenparlement, hè? Maar vertel eens, van welke school zijn jullie het leerlingenparlement? De Windhoek. Dan bespreken we allemaal punten, zoals het fietsenstalling. Kijken of de fietsen wel goed worden neergezet. Of het schoolfeest. En ja, dat soort dingen. Ja. En er zitten er nog twee jongens. Kom eens even hier, jongens. Vertel even, hoe heet jij? Chris. En jij bent? Shamil. Ja, en jongens, welke groep zitten jullie? Ik in groep 6. 5. Ja. Nou, en voel je je nou heel gewichtig, belangrijk, nou je in het parlement zit? Soms wel. Ja. Mag je ook leuke dingen doen als je in het parlement zit? Ja, soms. Ja. Oh, soms, het klinkt een beetje aarzelend. Ook vervelende dingen dan? Nee, soms hoef je niks te doen, soms andere kinderen. Ja. En hoe vind je dit hier? Best wel leuk. Ja? Ja, ik wil ze wel heel blij maken. Dat is wel leuk. Ja, dat is... En de meiden? Waar kom jij vandaan? Uit welk land? Is dat huis in Alten? Nee, in Houten. In Houten? Dankjewel. Maar je hand nog even. Dat wil je aankijken. Dankjewel. Ja, ja. Ja. Dankjewel. Ze waren erg blij met de spellen. Dit weekend is het weer Palmpasen. Leuk om nog eens terug te kijken naar de Palmpasenoptocht van vorig jaar. Er zijn drie categorieën, daar wordt vandaag ook in gejureerd. Dat is de Almelose Palmpasen, dat is natuurlijk in Almelo eigenlijk de allerbelangrijkste. En het kenmerk daarvan is, je ziet er hier eentje staan, dus dat de gagel, de echte, ik zou zeggen de Twentse gagel, dat de hoofdmoot van deze palmpasen is. De tweede categorie, dat is de Twentse palmpasen. Daar moet in ieder geval buxus in verwerkt zijn. En ja, moderne tijden, er is een derde categorie, dat zijn de zogenaamde vrije palmpasers. Je mag het ook alternatief noemen. Daar mag iedereen eigenlijk zijn eigen energie volledig in uitleven. En daar zie je soms ook de leukste dingen in. Maar het is niet helemaal origineel. Dit
is de originele Almonse Pampaas. En eigenlijk draait het daarom bij deze 82e Pampaasoptocht, waar we ook best een beetje trots op zijn. Oh ja. Kinderen lopen met palmpaasstok door de straten van Almelo heen en weer. Voor de jury wacht een belangrijke taak. Keer op keer. Al loopt u met gagel, buxus of alternatief. Ach, lieve mensen, elke palmpaasstok is de jury lief. Vorig jaar met dank aan gelaraaf.nl. Ten slotte stappen we nog even op de fiets voor een tochtje door Almelo. Dit keer over de Schelvorst. Fietst u even mee? All my little plans and schemes, lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys, seems like all we really would do was waiting for love. All around, and it feels like magic, like magic.
colors on this globe. Heading for the stage, it gives me hope. Don't let bad echoes get you down. The bad echoes get you down. Got the leading voice, let's make a sound. Dit was Allemaal Almelo deze week. Volgende week zijn we er weer vanaf vrijdag 6:30. Telkens op elk half uur.